Hey, hallo. Fijn dat je kijkt. In dit filmpje gaan we je iets vertellen over de Rietendakschool. Het gebouw van de Rietendakschool bestaat al sinds 1921. Toen startte de school met 7 lokalen. Wist je dat scholen in die tijd nog helemaal geen naam hadden? Scholen kregen een nummer, in de volgorde van de oprichting. De Rietendakschool was de 24ste school die werd opgericht en kreeg, het nummer 24. Je kunt dit terugzien op de voorgevel van het gebouw. In de jaren 50 kregen alle scholen een naam en vaak werden die scholen vernoemd naar de straat waar ze in stonden. Zo ook school nummer 24 aan de Zilverweg. Hoewel de school officieel de Zilverwegschool heette, noemden de meeste mensen het de Rietendakschool. En dat kwam natuurlijk door het bijzondere rieten dak op het gebouw. In 1985 werd de naam Zilverwegschool officieel veranderd in de Rietendakschool. En ook werd het hele gebouw opgeknapt en het dak vernieuwd. Ja, een rieten dak is bijzonder, maar je moet er wel heel zuinig op zijn. En eens in de zoveel tijd moest zelfs het hele rieten dak worden vernieuwd. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2018. Wist je trouwens dat de Rietendakschool in 2021 al 100 jaar bestond? Hoe lang bestaat jouw school? Ken je nog meer scholen die een monument zijn?